Het is 3 november 2014 als Rogier met zijn moeder het Tergooi ziekenhuis in Blaricum binnenstapt. Een artsassistent vermoedt een klaplong. Hij moet overgebracht naar de locatie Hilversum om gezien te worden door een longarts. Eenmaal daar blijkt deze al naar huis te zijn. Ik ging ervan uit dat hij behandeld werd door artsen. Dat er artsen bij hem met hem bezig waren. En achteraf weet ik dus dat er niet één arts met hem bezig geweest is. Rogier overlijdt binnen een dag. Het ziekenhuis laat onafhankelijk onderzoek doen naar de omstandigheden rond zijn dood. Tergooi geeft nu toe, zei het schoorvoetend, dat er fouten zijn gemaakt. Er lijkt sprake van tekortschietende zorg in zoverre dat Rogier bij de overplaatsing naar de andere locatie niet door een medisch specialist gezien is. En dat de artsassistent onvoldoende supervisie heeft gehad. Hoe kan dat? Er waren aanvankelijk geen alarmsymptomen bij deze patiënt. De diagnose was niet helder. En daar werd nog aan gewerkt. Maar helaas is de jongen al eerder overleden. Na het overlijden van Rogier worden er nog meer fouten gemaakt. Zo wordt zijn dood niet meteen bij de inspectie gemeld. Ook stelt Tergooi een contract op met de moeder van Rogier over de afwikkeling van de zaak. Daarin staat onder meer dat ze geen gerechtelijke stappen mag nemen tegen het ziekenhuis en niet met de pers mag praten. Het spijt ons ook dat we dat op die manier hebben opgeschreven. Het initiatief is niet bij ons vandaan gekomen, maar we hadden een andere overeenkomst met deze mevrouw moeten sluiten. Als de fouten die u toegeeft niet waren gemaakt, had Rogier dan nog geleefd? Dat weet niemand. De jongen had een ernstig ziektebeeld en is daaraan overleden. Feitelijk gezien zou hij er nog geweest zijn, ja. Ja. Dat lijkt me onvertuurlijk. Nou, dat is het ook.